Oorlog in Europa, op de Balkan. Joegoslavië valt uiteen. Bosnië is lang het brandpunt, met de traumatische val van Srebrenica als een van de dieptepunten. In 1995 nemen 178 mariniers deel aan een internationale troepenmacht die de tegenaanval inzet tegen het Bosnisch-Servische leger. De mariniers worden gestationeerd op Mount Ikmen, de berg die uitkijkt op Sarajevo. Welkom to Sarajevo, zie je daar met verf. Ja, we hebben kapot geschoten gevels en dan rijden daar de stad in die ongeveer compleet in een soort battleshock is. De taak van de mariniers is het handhaven van de vrede. Maar actief ingrijpen valt niet binnen het VN-mandaat. In die tijd dat jij er dan zit, gebeurt er van alles om jou heen. En die post zit op een confrontatielijn. Dan zit je soms 50, 60 meter van Servische stellingen met achter jou de stellingen van de moslims, zeg maar, en de Kroatische stellingen. De vrouwen en kinderen werden gewoon bij zo'n water collection point bijvoorbeeld neergeknald. En daar zit jij dan op uit te kijken in je oppie. En je kunt niks doen. Of mag nog niks doen. Niet ingrijpen tijdens schrijnende taferelen is frustrerend voor de mannen. Maar in die situatie komt verandering als wordt besloten een multinationale brigade op te richten die de witte UNPROFOR-troepen van de VN kan bijstaan. Deze brigade wordt niet gehinderd door het rigide mandaat van UNPROFOR en is daardoor in staat om waar nodig actief op te treden. Die mortieraanval op die markt waar een hoop doden zijn gevallen, zijn dan eigenlijk door knopen doorgehakt. Het laatste grote incident was inderdaad dat die granaat op de markt in Sarajevo. En toen gingen we eindelijk, besloot men de wereld om in te grijpen. Nou, dat was voor ons natuurlijk gewoon een verademing. Even voor 5:00 vanmiddag begon de NAVO boven Sarajevo aan een vierde aanvalsgolf. Kort daarop werden stellingen van de Serviërs opnieuw onder vuur genomen. Moslim-inwoners van Sarajevo hingen uit de ramen. Vreugde en een licht gevoel van triomf overheerste. Vanaf de berg Ikman hebben in totaal 104 Nederlandse militairen, die samen met Fransen en Britten de Rapid Reaction Force vormen, mortierbeschietingen uitgevoerd. Nederlandse mariniers hebben daar 120 mm geschud, waarmee doelen tot op 13,5 kilometer gebombardeerd kunnen worden. Wij zitten in het voorterrein. Dicht op de vijandelijke linies, daar zitten wij. En de kanonnen die staan erachter op een paar kilometer afstand. Maar die zien het doel natuurlijk niet. Wij zien het doel. Nou, dan geven wij coördinaten door en welke gegevens ze ook nodig hebben. En dan zeggen we oké, vuur. En dan knallen hun de schot af. Dan kijken wij wat er neerkomt. Is het goed? Dan zeggen we fire for effect. En dan komt er vreselijk veel van die granaten neer. Goedenavond. Met één pennenstreek was er vrede in Bosnië. Het staat nu zwart op wit. Bosnië, Servië en Kroatië hebben afgesproken de vijandelijkheden te staken. Met hun handtekening bevestigden de presidenten Milosevic, Tuđman en Izetbegovic hun instemming met het verdrag, waarover vorige maand in het Amerikaanse Dayton lang en moeizaam is onderhandeld. Daarin staat precies aangegeven hoe de grenzen tussen de deelstaten moeten gaan lopen. Vanaf 92 tot 1995 was er relatief weinig actie getoond door de UN. Wel heel veel praten en noemen, proberen met onderhandelingen verder te komen. Dat lukte gewoon niet. Nou, het resultaat was Srebrenica en zo. En wij konden nu met ons kleine clubje en de mannen op de Igman eigenlijk zorgen dat Sarajevo werd bevrijd. Zo voelden we ons ook wel een beetje als bevrijders van Sarajevo. Ik denk echt dat die beschietingen die toen uitgevoerd zijn eind augustus in 1995... dat die de Serven toch hebben gedwongen aan de onderhandelingstafel, waarna uiteindelijk de Daytonakkoorden zijn gesloten. Ja, dat denk ik wel.